1 dode en 10 gewonden, dat is de balans van een zware bomontploffing in een kazerne van het Britse leger in Londen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door het IRA, het Ierse Republikeinse leger. Het is bijna 4 jaar geleden dat die organisatie nog heeft toegeslagen op het Britse vasteland. Het doelwit van de aanslag was de English legerkazerne in Mill Hill in het noorden van de Britse hoofdstad. Deze kazerne herbergt onder meer het koninklijk regiment van vrouwen van de landmacht. Het is ook het belangrijkste postkantoor van het Britse leger in Londen. De ontploffing had plaats om 7 uur vanochtend. De springlading moet bijzonder zwaar geweest zijn. Een deel van het gebouw zakte als een kaartenhuisje in elkaar en brandde uit. Het gebied werd onmiddellijk afgegrendeld en de antiterreurbrigade van Scotland Yard kwam de gevolgen van de ontploffing onderzoeken. Kort na de aanslag werd de verantwoordelijkheid ervoor opgeëist door het Iers Republikeins leger. Het was geleden van oktober 84 dat het IRA nog een aanslag had gepleegd op het Britse vasteland. In de voorbije maanden had de Noord-Ierse afscheidingsbeweging zijn aandacht vooral toegespitst op Britse militaire doelwitten in Europa en Noord-Ierland zelf. Eerste minister Thatcher, die op dit ogenblik op bezoek is in Australië, werd onmiddellijk op de hoogte gebracht. Een deel van de getroffen kazerne ligt precies in de Londense wijk Finchley, het kiesdistrict van de Britse premier.